De staat heeft 20 miljoen SRD vrijgemaakt voor verschillende aanbestedingen bij korpsen die vallen onder het Openbaar Ministerie. Dit bevestigde minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie gisteren voor aanvang van de wekelijkse ministerraad. De bewindsman zegt dat er eerder is geklaagd over de aanpak van deze zaken, maar dat deze nu kunnen worden aangepakt. Inderdaad is de begroting goedgekeurd en er is 20 miljoen SRD daarvoor vrijgemaakt. Ik kom net van de launch van buurtmanagement gebeuren en daar heb ik het ook aangehaald. Ik heb het ook aan de korpsleiding gezegd, ja. Komen jullie, er is geld beschikbaar voor renovatie van politiebureaus. Komen jullie met die projecten, voer ze uit. Omdat de politie, het politiepersoneel, moet in een omgeving, in een nette omgeving kunnen werken, in een representatieve omgeving kunnen werken. Wanneer burgers aangifte gaan doen en ze willen eventueel naar het toilet, moet dat ook in een veilige, nette omgeving gebeuren. Dus ammonievrij en ze moeten dat besteden. Ook de aanschaf van kleding en schoeisel is geregeld. Amoksi stelt dat de verschillende korpsen deze middelen al ontvangen. Eerder hebben vooral de bonden bij de politie en brandweer geklaagd over kleding en schoeisel. Maar de afgelopen tijden, de afgelopen weken, maanden, is er PSU aangeschaft. Voor de politie, voor de brandweer en voor KPA, ook BBS. Dus dit is een project dat in Ewaka werkt. Ze lopen. Achterstanden zijn er nog, toch? We zijn niet up-to-date wat dat betreft. Maar zou je doen ook twee bevorderen ons maar. We zorgen dat je is beschikking. We zitten nog achter met resoluties. Maar in samenwerking met Binnenlandse Zaken, ook totdat we proberen het pak aan. Ook het vervoersprobleem bij verschillende politieposten zal worden aangepakt middels aanschaf van nieuwe voertuigen. Amoksi wilde niet ingaan op de brandende kwesties die hij afwerkt met de politiebond. De bewindsman stelt dat hij deze zaken niet met de pers bespreekt.